Van de wedstrijd Quick Boys tegen VVSB. De beslissing voor promotie naar de tweede divisie op zaterdag 8 juni. Een paar duizend man op Nieuw-Zuid. Een fantastische sfeer. En dit de mannen die het moeten gaan doen van trainer Erik Assink. Enige verschil ten opzichte van de wedstrijd in Noordwijk-Rout is dat Tim Bloemendaal geblesseerd is achtergebleven. Thijs van Hofwegen zijn vervanger. En kijk hier eens. Dit is wat het amateurvoetbal in de Bollenstreek zo mooi maakt. Dit is wat Nieuw-Zuid zo mooi maakt. 1-1 dus in Noordwijk-Rout. Uitdoelpunten tellen niet dubbel. Dus elk gelijkspel is gewoon verlengen. En hier de eerste kans voor Van Hofwegen. Begint dus een keertje in de basis. En sticht gelijk het eerste gevaar. Bal op de paal. Dat was Erik Meijers, de trainer van VVSB. In de winter overgekomen toen de ploeg al bijna gedegradeerd was. Dat ze de na-competitie halen, die van VVSB, dat is een knappe prestatie op zich. Schakelde een ronde eerder dus Hoek uit. En nu moet het afrekenen met Quick Boys. Of laten we hopen dat ze dat niet doen. Dennis Kaars soleert de hele verdediging voorbij. En dan is het Ruben Valk, de keeper, die redding brengt. Maar Quick Boys is de ploeg die het gevaar levert in de openingsfase. Corner Tejan uit het draaien. Goed schot, net naast. De eerste helft speelt Quick Boys tegen de wind in. Hier aan de cornervlag te zien dat best een stevig windje is. Kijk maar naar die vlaggen. Heel veel last van. Je zou denken dat VVSB dan in het begin volle bak druk gaat geven. Of juist in de counter iets doet. Niets is minder waar. De ploeg maakt een uitgebluste indruk. En hier is het opnieuw de paal die de bezoekers redding brengt. Dennis Kaars. Dag ervoor 31 geworden. Zij van tevoren, ja, dit winnen, deze wedstrijd winnen, promoveren. Dat zou toch een van de mooiste verjaardagscadeautjes uit mijn leven zijn. Nou, dan moet je scoren. Hier een schot van VVSB dan, van afstand. Ja, met die wind zou ik dat proberen. Rust is het. Quick Boys heeft het overwicht, maar weet dat niet uit te drukken in doelpunten. VVSB komt er heel weinig aan te pas. Hier de eerste kans in de tweede helft. Ket kan het niet geloven, de aanvoerder. Die telde hem al. Maar ja, dat was toch even te vroeg. Mooie sfeer. Ondanks die wind, lekker weertje. En hier Ruben Valk. Wat een wereldredding. Tikt de bal via naar de buitenkant van de paal. En zo wordt het de corner. Dit is al de derde keer dat Quick Boys de paal raakt. Ja, en hij heeft een goede keeper. Bekooi met een goed balletje. Op de voet is dat toch? Nee, Tim de Rijk. En hier oude bekende. Dit was Kenny trouwens. Jordi zat ietsje verder. Maar het was een Thijssen. Ravensbergen. Wat zou die graag promoveren natuurlijk ook, hè? Allemaal natuurlijk, maar hij, als jongen van de club, tegen zijn vrienden die toch grotendeels Katwijk-fan zijn, die heeft wel zin in die potjes volgend jaar. Quick Boys maakt ook in die tweede helft het verschil niet. Wel in veld, overwicht, maar niet met doelpunten. En hier Bekooi. Hoe zou die twee wedstrijdjes nou voetballen? Hij geeft hier toch een prima voorzet op zich. En daar is het Van Hofwegen die de bal net van de lijn af weet te halen. Quick Boys de meeste kansen. Ook redelijk wat grote kansen. Maar de grootste kans is toch voor VVSB nu. Kijk die gespannen bekkies. Mark de Kruis ingevallen. Ook Jesse van Nieuwkerk inmiddels in het veld. Tejan. Die bal leek goed op de kruis, maar was het net niet. En hier schot voorlangs. Je ziet dat beide ploegen het lastig vinden om te bepalen wat ze nu moeten doen.
Hier Bekooi gaat er half in. En dan maar eens een keer van afstand proberen als die wind hem meepakt. Is het lekker. Scheidsrechter Bronswoord fluit af. 7 minuten blessuretijd was het. En het wordt dus verlengen. Want ik zei al, uitdoelpunten tellen niet dubbel. Die spanning. Niet te houden eigenlijk. Quick Boys begint weer tegen de wind in. Van Nieuwkerk. Beetje vasthouden, beetje trekken, beetje sleuren. Baten. Ravensbergen. Baten opnieuw. Gaat hij schieten? Ja, die schiet. En Ruben Valk stond op het verkeerde been, maar komt er nog net bij. Quick Boys weer de betere. Maar hij moet over die lijn. En dan wel ook tussen die palen. Thean. Dit schot is het dan toch. Nee, weer niet. Het is weer die Ruben Valk. Het was Batel van Nieuwkerk. Een van die twee kalen. Die alvallend nog dat schot produceerde. Knap hoor. Tweede verlenging. Ravensbergen zet 1-2 op met Jan, maar die kiest voor Baten. En daar is hij weer. Jan. Nu wel Jan. En die van VVSB, die weten het niet meer. Een ingooi. Zij gaan er nog eens achter staan. De supporters achter de goal. Ravensbergen gooit in. En die bal die komt bij Dennis Kaars. En die weet die bal erin te schieten. Het is de eerste minuut van de tweede verlenging. En Quick Boys maakt de 1-0. Ja, die worden gek. En terecht. Pitch invasion. Gaat het dan na 9 jaar eindelijk weer gebeuren? Quick Boys terug naar het hoogste niveau van het amateurvoetbal. Valk appelleert nog voor Hens. Niet te zien hier in de beelden. Maar ja, ik zou het ook proberen. Er is geen VAR. Dus het is gewoon 1-0. En nu moet VVSB natuurlijk. Moji Elhazrouti. Na 14 maanden blessureleed eindelijk weer terug. Heeft hij natuurlijk mooie dingen laten zien. Brommer aan en gaan. Dat was Mo. Maar voor ons nu te hopen dat de benzine op is. Thean had hier de wedstrijd kunnen beslissen. Maar het was andermaal Ruben Valk die de bal stopt. Hij probeert het nog 1 keer, Valk. Maar van scheidsrechter Bronsvoort hoeft het niet meer. Quick Boys promoveert naar de tweede divisie. Dit zijn beelden waar we 9 jaar op gewacht hebben. Eindelijk weer terug naar het hoogste niveau. Van der Helm wordt helemaal uitgekleed. Hier die vreugde. Fakkels, juichen, alles. Dit is toch genieten. Katwijk, Rijnsburg, Noordwijk, IJsselmeervogels, Spakenburg. We komen eraan. Wat een seizoen gaat dat worden. GVVV, Kozakkenboys, Excelsior Maassluis, Scheveningen. Heerlijk toch. Dit is een goed stel. Quick Boys promoveert naar de tweede divisie. Guess who's back?